Ook deze donderdag waren er veel wolkenvelden aanwezig. Voelde het een beetje benauwd en klam buiten. Maar in tegenstelling tot gisteren, bleef het overdag wel lange tijd droog. Maar dat is niet voor de hele donderdag weggelegd. Want op het strand bij Katwijk zagen ze buien vanaf de Noordzee al dichterbij komen. En als we dan even het radarbeeld erbij pakken, zien we ook dat boven de Noordzee een front ligt: een koufront met buien bij dat front. En voor het front uit zijn boven land ook al een paar buien tot ontwikkeling gekomen. En als we dat radarbeeld even gaan doortrekken naar de verwachting voor de komende uren. De prognose van de weercomputer zien we ook boven land een signaal voor enkele buien. En dat buiengebied meer die strook met buien gaat vanavond in zuidoostelijke oostelijke richting over het land heen trekken. Eerst dan nog veel bewolking. Maar in de loop van de nacht komen er opklaringen boven ons land te liggen. Kan het ook wat sterker afkoelen, kan het wat nevelig worden. Morgen overdag stapelwolken, heel lokaal nog een enkele bui. En later op de Vrijdag zien we vanuit het westen de hoeveelheid hoge bewolking toenemen. Kan er een waterige zonnetje zichtbaar worden? En dat is alweer de aankondiging van een volgend regengebied. Dan nog even naar de donderdagavond. Dat buiengebied trekt dus in oostelijke richting over het land. In het zuidoosten nog een hele kleine kans op een klap onweer bij die buien. Het is nog steeds een beetje broeierig. 17 tot 20 graden met aan zee een matige noordwestenwind. En dan komen vannacht die opklaringen dichterbij. Vanuit het westen breekt de bewolking dan open. In het oosten en zuidoosten vooral aan het begin van de nacht nog enkele buien. En het gaat geleidelijk wat minder hard waaien. Temperatuur sterk afhankelijk van de opklaringen. Als het een tijdje wat langer opklaart, kan het in het westen van het land afkoelen naar 12 graden, onder die bewolking in het oosten zo'n 13 à 14 graden. Dan naar de vrijdag. Dat is een wat droger intermezzo. Vooral in de ochtend veel ruimte voor de zon. In de middag komen hier en daar die stapelwolken tot ontwikkeling. Kan lokaal nog een enkele bui opleveren. Maar ik verwacht dat de meeste plaatsen droog houden. En we hebben daarbij hele normale juni-temperaturen. Zo'n 21 graden in het noordwesten en nog 24 graden in het zuidoosten. En de wind gaat wat draaien van het noordwesten via het westen richting het zuidwesten en die blijft matig van kracht, windkracht 3 of 4. Nou, ik noemde net al heel kort even die toename van bewolking later op de vrijdag. Zaterdag belooft een grijze en druilere gedachte te worden, gemiddeld over het land zo'n 20 graden. De dagen daarna wordt het gelukkig weer wat droger en de temperatuur verandert ook niet al te veel, met vaak een wind uit zuidwestelijke richting. En dat maakt het eigenlijk heel normaal Nederlands zomerweer.